Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt. Gezellig dat je er bent. Welkom bij een nieuwe handwerkpodcast. Mijn naam is Stephanie en ik laat je graag zien wat ik de afgelopen 2 weken gemaakt heb op het gebied van haken, breien, borduren en quilten. Ik heb vandaag een aantal finishes, best wel veel voortgang aan mijn borduurprojecten. Het finishfeestje is in volle gang en daar vertel ik je graag meer over. Leuk dat je weer kijkt. Ik hoop dat je een fijn handwerkje erbij hebt gepakt. Mijn afgelopen 2 weken waren de eerste was niet zo fijn. Er zijn een hoop dingen gebeurd. De tweede was gelukkig een stuk beter. Daar ga ik je alles over vertellen vandaag. Ik hoop dat jouw weken beter zijn geweest. Maar ik heb wel veel voortgang aan mijn projecten. Dus ik heb wel een hoop te laten zien. Dat is wel heel leuk. Dus laat ik beginnen met een hele korte update. Ik voel me nog steeds niet zo lekker. Ik ben een beetje grieperig. Verder niks aan de hand, maar de ene dag is erger dan de andere. En gelukkig voel ik me nog goed genoeg om gewoon te werken en om te handwerken. Ik hoef nog niet onder een dekentje op de bank. Maar ja, dat houdt me wel een beetje tegen. Verder hebben we helaas onze kat Bailey moeten laten inslapen. We gingen naar de dierenarts toe en ik wist wel dat hij ziek was, maar daarom gingen we naar de dierenarts uiteraard. Maar op de een of andere manier was het niet echt tot me doorgedrongen dat dit ook een van de uitkomsten zou kunnen zijn. Hij was al 15, dus we hebben hem een fijne tijd bij ons mogen hebben. Maar hij had helaas een tumor in zijn keel en daar was niks meer aan te doen. Dus toen hebben we ter plekke afscheid moeten nemen en dat kwam een beetje hard aan. De kat woonde bij mijn moeder. We hadden hem al toen ik daar nog woonde, maar inmiddels woon ik natuurlijk op mezelf en zag ik hem nog iedere week. Maar dat soort dingen zijn altijd naar en ja, ik mis hem heel erg en dat gaat gewoon een tijdje duren. Dus mijn week werd een beetje overhoop gegooid en ik had niet zo heel veel zin om dingen te doen. Daarna ging het gelukkig wel een stukje beter. Dat heeft gewoon even een paar dagen tijd nodig gehad. Maar daardoor was dus ook de vorige video zo laat. Sorry daarvoor. Maar ja, soms lopen die dingen zo. En dan is een podcast die voor de lol is. Ja, die staat niet bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Ik heb mijn best gedaan om zo snel mogelijk te bewerken. Maar ja, het was even niet anders. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter. Heb ik ook wat meer tijd. We hebben nog één kat, die heet Pebbles, die is 13. We hebben ze tegelijk overgenomen van iemand anders, ongeveer 10 jaar geleden. Dus we hebben ze niet als kittens gehad. En volgens mij gaat het wel goed met die. Ik heb geen idee of die Bailey echt zal missen, maar hij gedraagt zich gelukkig normaal. Dus daar kunnen we nog even van genieten. Maar Bailey was gewoon echt een hele speciale kat. Het was een ongelofelijke klier. Zeker als ik mijn huiswerk aan het maken was. Hij moest altijd over mijn toetsenbord lopen en mijn pen uit mijn handen slaan. Maar het was echt een knuffelkat. Hij zat altijd op je te wachten. Bij de voordeur, als je thuis kwam. Echt voor iedereen in de familie. En ook nu, sinds ik het huis uit was, dan ging hij op de tafel zitten. En dan sprong hij zo van de tafel gelijk in je nek, dat hij even wou kroelen. Dus ja, ik ga hem gewoon heel erg missen, maar zo gaat het. En we hebben in ieder geval kunnen voorkomen dat hij veel pijn heeft gekregen. Ik ben verder lekker bezig met de webshop. Er komen een aantal nieuwe dingen binnen. Een aantal kerstartikelen en wat nieuwe collecties. Ik vind het super tof dat ik nu een keertje wat nieuwe dingen kan bestellen in plaats van wachten tot er een sale is. Dat is natuurlijk het resultaat van de Patrick en Quiltdagen. Dus daar ben ik heel trots op en ook heel erg blij mee. Dus daar ben ik lekker mee bezig. Ik ben nog steeds de super sale aan het voorbereiden. Ik ben nu bezig om de rollen op de website te zetten. Dus daar zal ik je telkens wat meer over vertellen. Misschien kan ik daar nog een vlog van maken. En verder is natuurlijk het finishfeestje in volle gang. In de eerste week waren al 12 finishes in de Facebookgroep. Echt super tof. Er zijn ook heel veel deelnemers bijgekomen. Je kunt nog steeds meedoen, geen enkel probleem. Je kunt gewoon instappen wanneer je wilt. Maar het finishfeestje is een make-along van nu tot het einde van het jaar. Waarin we met z'n allen proberen om nog wat
works in progress af te maken die het hele jaar zijn blijven liggen en die je echt van je lijstje wil hebben zodat je het jaar fris kunt beginnen. De motivatie, nou, dat werkt echt super goed met al die finishes en die mooie projecten die iedereen aan het maken is. Ik ben ook lekker aan de slag gegaan met mijn lijst. Ik heb al een aantal dingen kunnen afstrepen en heel veel voortgang geboekt op mijn borduurwerk. Dus ik wil je graag laten zien wat ik gedaan heb. Als eerste wil ik je twee finishes laten zien die ik gestart en gefinished ben. Wat totaal niet de bedoeling was. Maar dat was de dag dat we naar de dierenarts waren gegaan. En ik wist echt even niet wat ik met mezelf aan moest. En ik ben op de bank gekropen onder een dekentje met een bolwol. En dit is wat ik gemaakt heb. Ik denk dat je het patroon niet heel goed kan zien, maar er zit een soort zigzag in. Gebreid met naalden 9, dus die had ik natuurlijk binnen no time af. En een heerlijke pop-up. Daar ben ik erg fan van, hoe groter hoe beter. En deze kleur past er echt perfect bij, dat was gewoon toeval. Ik heb zo'n soort fluffy garen, deze heb ik geloof ik van de Action. En dan maak ik daar zelf mijn pompoms mee. Het is gewoon garen, maar dan lijkt het net op het zo'n mooie bont pompon is. Misschien een tip. Dus dit is de Submerge Head van Be Knits Handmade. Een patroon dat ik gevonden had op Ravelry. Ik zal natuurlijk als link in de beschrijving. Dus ja, ik had gewoon even een soort troostprojectje nodig. Wat lekker zacht en snel was. En toen heb ik deze muts gemaakt. En ik had er twee bollen van. Ik had eentje en een klein beetje nodig. Dus ik vond het een beetje zonde om de rest van die bol gewoon weg te gooien. Maar het was niet meer genoeg voor een nieuwe muts. Dus toen kwam ik op het idee om nog een soort oorwarmers haarband te maken. En dat paste precies. Ik had nog een heel klein stukje over. Dus ik heb mooi gebruik gemaakt van mijn restjes. Ook meteen weer wat ruimte gemaakt in de kast. En dit zijn de Everyday Earwarmers van Angela Dijkman. Dus ik heb weer een leuke set voor de winter. Mijn volgende finish is de Interwoven Quilt van Lo & Behold Stitchery. Ik heb braaf mijn planning van het finishfeestje gevolgd. Iedere avond een stukje gedaan. En nu is hij af. Ik ben in ieder geval heel heel dichtbij een finish. Ik moet nog even een gaatje repareren en nog een heel klein stukje van de binding. Dat ga ik zo meteen doen. Maar ik dacht, het uiterlijk van de quilt gaat niet meer veranderen. Dus het voelt een beetje gek om dan te wachten tot de volgende podcast. Maar dit is hem. Ik ben er echt super blij mee. Ik heb er al heel erg van genoten om heel de week 's avonds eronder te zitten om de laatste stukjes vast te naaien. Ik heb hem gemaakt met een oude roze kleur en wit. En ook met de hand Big Stitch Quilting de roze strepen extra gekwild. Dat heeft best een tijdje geduurd. Maar ik ben heel blij dat hij nu af is. En dat is mijn eerste echte finish die op mijn lijstje stond. Dus die kan ik doorgaan strepen. Dan heb ik natuurlijk geborduurd. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Het eerste project is Santa Selfie van Heaven and Earth Designs. Deze staat ook op mijn lijstje voor het finishfeestje. En ik zou hier graag een bladzijde van afborduren. En dat probeer ik te doen door in november en december iedere maand een of iedere dag een beetje te doen in de pauze. Dus dat gaat niet iedere dag lukken. Maar tot nu toe ben ik goed begonnen vanaf 1 november. Ik had een hele zielige start van ongeveer 200 steken. De eerste twee blokjes rechtsbovenin. En ik heb er zo'n 2000 steken aan toegevoegd. Dus dit is hoe die er nu uitziet. Ik vind deze echt heel erg leuk om aan te werken. Zeker door die herfstige kleuren. Het is heel tof dat ik de boom al tegenkom en al een kerstbal. Maar ik vind het heel mooi hoe die achtergrond overloopt. En dit zijn best wel veel kleurblokken. Dus ik kan lekker snel een paar draadjes erin zetten tussen de middag. En ik ben heel benieuwd hoe ver ik ga komen de komende 2 maanden. De Halloween was een beetje mislukt, maar dat kwam omdat ik van patroon was gewisseld. Dus laten we hopen dat deze een stukje beter gaat. Dus ik gok op een bladzijde. En dan mijn tweede borduurproject, dat is Harmony. Ook van Heaven and Earth Designs. Dit is een gratis patroon dat je kunt vinden op hun website. Hier probeer ik ook iedere dag aan te werken, maar dan in de ochtend voordat ik aan mijn werk begin. Dus hoe eerder ik opsta, hoe meer tijd ik heb. Dat is een goede motivatie.
En dit is hoe die er nu uitziet. Ik heb vooral aan de paarse bladeren gewerkt en aan de blauwe veren. Ik heb er de afgelopen 2 weken meer dan 8000 steekjes bijgezet en dat brengt me nu op 43,18% en in totaal 67.366 steken. Dat zijn er een hele hoop, dat zijn er bijna net zoveel als mijn Aurelia borduurwerk. Maar ik ben hier nog niet eens op de helft, dus er is echt nog wel wat te gaan. Ik was eigenlijk bezig om hem in ruitjes te doen, dat werkte gewoon heel goed omdat die veren hier best wel kort zijn. Dus ik kon ongeveer 2 blokken van links naar rechts borduren. Dan had ik precies de juiste kleuren te pakken. Maar zoals je ziet zijn de veren nu ineens een stuk langer. Dus ik ben nu wat meer per pagina aan het werken. En ik zie het gewoon. Ik kijk gewoon hoeveel tijd ik heb 's ochtends. Mijn doel voor het finishfeestje hiervan is helaas niet om hem af te maken. Maar gewoon om zoveel mogelijk vooruitgang te boeken. Dus ik heb geen stekendoel of een tijdsdoel gesteld. Maar in ieder geval wil ik daar zoveel mogelijk aan werken in de ochtenden. Ik heb verder nog 2 olifanten gemaakt. Die kan ik je niet laten zien. Die waren voor een bestelling en het was een beetje een persoonlijk project. En die heb ik al weggegeven. Maar waar ik nog meer mee bezig ben, zijn de kerstkabouters. We zitten in november. Het wordt weer tijd om aan kerstcadeautjes te denken. En dit is altijd een van mijn favorieten. Heel mijn familie heeft er al eentje. En ik heb er ook heel veel voor vrienden en kennissen gemaakt. Telkens als ik ze aan iemand geef, dan zeggen ze, oh, kun je die ook nog voor die en die maken? Want dat is zo leuk. Ik heb ze echt in alle kleuren van de regenboog gemaakt. Als je me al langer volgt, heb je ze waarschijnlijk ieder jaar zo oktober, november voorbij zien komen. En ook dit jaar ben ik er natuurlijk weer mee aan de slag gegaan. Ik heb een aantal rode sets te maken, een gele en een bruine. Alle lijfjes liggen al klaar, alle mutsjes zijn gebreid met stiekem wat hulp van mijn oma. Doordat ik naar de patchwork en quiltdagen was gegaan, liep mijn planning voor de zondagen een beetje in de soep. Dus is oma even bijgesprongen en heeft me geholpen met wat mutsjes. Maar dit is mijn kerstkabouter stelletje. Ik heb hier een gratis patroon van. Dat kun je vinden in de link hieronder. Ik heb ook een tutorial video gemaakt waarin ik je laat zien hoe je ze in elkaar moet zetten. Echt van begin tot eind. Dus je kan er ook zelf mee aan de slag als je ze leuk vindt. En wat mij betreft, zoals ik al zei, is dit echt het perfecte kerstcadeautje voor al je vrienden en je familie. Ze zijn heel erg leuk om te maken. Ik doe, als ik ze van begin tot eind maak, ongeveer 4 uur over een setje. Maar ik heb er al heel veel gemaakt. Dus ik verwacht dat je ze in een dag wel kunt maken. En om het nog makkelijker voor je te maken, heb ik nu ook materialenpakketjes beschikbaar in de webshop. Daar zit alles in om 1 kabouterstelletje te maken. Dus een mannetje en een vrouwtje. Ik heb ze in 4 verschillende kleuren. Rood, groen, bruin en grijs. Dat zijn in ieder geval de kleuren die bij mij het meest gevraagd werden. Dus het leek me wel leuk om die, daarmee te beginnen in ieder geval. Ik merk zelf dat als je ze begint met maken, dan kun je niet zomaar even 1 stelletje maken. Je hebt een hele grote bol met lontwol nodig. Dan heb je maar een heel klein stukje nodig voor de haren. Of bont kan je niet in een stukje van 10 bij 10 centimeter bestellen. Dat soort dingen. Je hebt best wel wat verschillende materialen nodig. Dus ik dacht, misschien is het handig. En ik geloof dat jullie dat ook vinden. Want ik heb hem pas gisteren online gezet. En ik heb nu al 7 kabouterzetjes verzonden. Of die liggen klaar. Dus super super bedankt daarvoor. Vind ik echt heel erg tof. En ik kan niet wachten om te zien hoe ze er bij jullie uit gaan zien natuurlijk. Ik zal je een kleine inkijkje geven in het pakketje. Natuurlijk heb je een geprinte versie van het patroon. Er zitten ook de templates in. Dus dan kun je meteen aan de slag. Er zit granulaat in, zodat de kabouters lekker stevig blijven staan. Hier zitten alle losse materialen in, zoals het haar en het lint en garen, dat soort dingen. Natuurlijk een velletje vilt in de basiskleur. Er zit knuffelvulling in. En ook een klein bolletje katoen in de wit en in de basiskleur. Zodat je ook het mutsje kunt breien. Dus eigenlijk kun je meteen aan de slag. Het enige wat je zelf nog nodig hebt is natuurlijk breinaalden. Ik heb de 2 mm naalden gebruikt. Een wolnaald en een scherpe naald om ze in elkaar te kunnen zetten. En verder spelden, een schaar en een pen. Ik denk dat iedereen die van creatieve dingen houdt dat wel in huis heeft.
Dus wie weet is dat een leuk idee voor jou om kabouterzetjes te maken. Of misschien het pakketje te geven aan iemand anders die creatief is. En die kun je dus vinden op mijn webshop. Mijn plannen voor de komende tijd is dus om nog heel veel meer kabouterstelletjes te maken. Dus in rood en geel en nog een bruine erbij. Die liggen klaar en daar ga ik aan verder werken. Daar heb ik een hele planning voor gemaakt, zodat ik die af heb half december. Verder ga ik natuurlijk proberen zoveel mogelijk verder te werken aan Harmony en aan Santa Selfie, mijn borduurwerken. En op het lijstje voor het finishfeestje stond deze week het afmaken van de interwoven quilt. Nou, dat gaat vanavond lukken, dus daar hoef ik niet meer over na te denken. En mijn volgende project waar ik aan ga werken is mijn sashiko tafelloper. Ik heb 3 van die sashiko panelen geborduurd. Het zijn van die voorgedrukte blauwe panelen waar je met wit garen overheen gaat. En daar wil ik een aantal quiltblokjes bij maken om er een tafelloper van te maken bij elkaar. Dus daar ga ik iedere dag een paar blokjes van maken. En hem dan hopelijk in elkaar zetten en quilten, zodat die afkomt in de komende 2 weken. En als dat allemaal goed verloopt, dan staat als volgende op de lijst mijn peppermint quilt. Die moet gekwild worden. Ik ben eigenlijk nog op zoek naar een leuk spiraalpatroontje. Dan kan ik daarmee aan de slag. En wat ik je nog niet kan laten zien, ik doe mee aan de kerstswap van Dutch Modern Quilt Guild, de quiltvereniging waar ik lid van ben. Het is een beetje traditie geworden inmiddels om 12 pakketjes voor iemand anders te maken, zodat we een soort adventkalender kunnen uitpakken in december. Dat is echt super tof en ik heb daar echt van genoten de afgelopen jaren, dus ik heb me daar weer voor opgegeven. Ik ben heel blij met de swappartner die ik gekregen heb. Dus ik kan lekker aan de slag met hele mooie kerstige kleurtjes. Daarmee verraad ik waarschijnlijk nog niks, want dat is het hele thema van de swap. Ik heb ook nog geen idee wie dan een pakketje voor mij gaat maken. Dus het is super leuk om iets voor iemand voor te kunnen bereiden. En je bent ook nog in spanning van wat je gaat ontvangen. Dus daar ben ik ook druk mee bezig. Ik heb mijn plannetje al klaar. Ik heb al 3 pakjes gemaakt, nog 2 te gaan. En de rest ga ik kopen en natuurlijk leuk inpakken. Daar ga ik wel, voordat ik ze ga inpakken, foto's van maken, zodat ik je die kan laten zien. Maar dat moet dan half december worden als ik... Als mijn swappartner de pakketjes heeft uitgepakt. Dus hele leuke plannen de komende 2 weken. Ik kijk er enorm naar uit. En om ook te zien waar jullie allemaal mee bezig zijn, gebruik hashtag finishfeestje2021 als je meedoet. En dan kan ik precies zien wat je allemaal aan het maken bent. Vind ik heel erg leuk. Dan kan ik je alleen nog maar bedanken voor het kijken. Heel veel plezier de komende 2 weken. En ik hoop dat je terugkomt om te kijken wat mijn vorderingen zijn. Dankjewel. Doei!